Laat ik eerst kort uitleggen waarom we aan statistiek doen, aangezien statistiek heel onpopulair is. Ik was er verschrikkelijk slecht in op de middelbare school. Zo slecht dat ik daarom wiskunde B gekozen heb. Daar was ik ook heel slecht in, maar niet zo slecht als in statistiek. Ik heb overigens vrij slecht overal. Ik heb om mijzelf geïnspireerd te houden, volg ik als filosofievak bij de Erasmus Universiteit. En ik wilde een vak doen over Foucault, en wat ik vroeger nooit deed, maar vandaag de dag wel, is ik me echt goed inlees. Ik heb 3 jaar lang voor een hoogleraar gewerkt op de Universiteit Utrecht. Elke keer als ik moest altijd met hem mee naar het college en dan liepen we samen terug naar kantoor. En dan zei hij altijd, nou Joost, hoef je er naar mee te lopen, want ik begrijp best dat je meteen de bibliotheek in wil om artikelen te lezen. En ik had echt zoiets van, waar heeft die man het over? Ik ben student, ik ben al niet behoefte om iets te lezen. Ik lees op verplicht, dus that's it, en nooit een letter meer. Maar nu begrijp ik wat hij bedoelde, en dat is ook heel verstandig. Dus de goede manier om te studeren is om daadwerkelijk veel te lezen. Dus ik lees me helemaal in, wilde Foucault gaan studeren, kocht een paar boeken van Foucault. En tot mijn grote spijt was er niet doorheen te komen. Die man schrijft echt verschrikkelijk. Michel, dat is een Fransman, hè? Michel Foucault. Om niet doorheen te komen. Dus toen dacht ik, nou ja, ik kan een ander vak gaan doen. Dan keek ik welke vakken er waren. En er was geen enkel ander goed vak. Het enige wat op enige optie was, was filosofie van de statistiek. En ik had een enorme hekel aan statistiek. Ik dacht, verschrikkelijk. Maar ik wist één ding. Wist ik dat in mijn werk ik vaak een psycholoog. En een psycholoog ook? Ik nou, dingen over psycholoog gaan zeggen. Één psycholoog. Dan ga ik alleen boven alle andere psychologen. Psychologen hebben erg een neiging om mij met allerlei statistisch onderzoek om de oren te slaan. En als ik beweer dat ik dingen gedaan heb, dan zeggen ze altijd dat kan niet, want we hebben een statistisch bewijs dat het niet kan. Dan denk ik al, ik heb het meegemaakt. Dus hoe kan statistiek beweren dat iets wat ik meegemaakt heb niet klopt? Maar ik weet één ding, en als je iets aan filosofen laat uitzoeken, dan kraken ze het helemaal aan kort aan toe af. Dus ik dacht, weet je wat, nou ga ik gewoon studeren. Het is een zwaar vak, een moeilijk vak, een ingewikkeld vak. Ik vind het niet leuk, maar heb in ieder geval aan het eind van het half jaar genoeg wapens in mijn broekzak om als ik een keer met psychologie of met psychologen met statistiek om mijn oren wordt geslagen, om allemaal hele venijnige vragen te kunnen stellen. En gelukkig, filosofie heeft mij niet in de steek gelaten. Het klopt, ze gaven inderdaad enorm veel wapens tegen statistiek. Maar wat nog mooier was, is dat het bleek, dat wist ik helemaal niet, er bleek een alternatieve manier van statistiek te noemen zijn. Subjectieve Bayesiaanse statistiek. Die ik fantastisch vond, die ik begreep, waar ik van hield, waar ik verliefd op geworden ben. En dat ik waar sindsdien begonnen heb om bij al deze trainingen statistiek te doen. Om 3 redenen. De grote reden is dat we graag iets willen neerzetten, zodat we naar buiten toe, naar psychologen toe, naar de overheid, naar verzekeraars, duidelijk kunnen maken van joh, dit is wat we doen, dit zijn de resultaten. In dit geval met het uitzoeken van de toekomst, de tijdslijnen en dat soort dingen, is niet heel erg relevant. Daar gaan we niet heel veel mee doen. Maar we zijn bijvoorbeeld met mensen die in de problemen zitten. Doen we onderzoek naar mensen die van de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 dagen nare dag hadden. Om wat voor reden dan ook. We kunnen nu laten zien dat met NLP-technieken ergens tussen de 82% en 86% van de mensen opknapt met NLP. Nou, dat is hartstikke mooi, kunnen we naar buiten laten zien. De andere manier, wat ik niet wist, omdat ik gaande het afgelopen jaar ontdekt heb, is dat het heel goed werkt voor kwaliteitsbewaking. Als je als trainer hier voor een groep staat, dan wil je graag weten hoe mensen de oefeningen gedaan hebben. Ja. En dan vraag je altijd van, joh, hoe is het gegaan? Dan zeg je met, joh, goed, ja, het is wel aardig, ja, prima, ja, oké. Okay. Dan zeg ik, ging het heel slecht? Nee, ging goed. Maar dan heb ik niet echt een gevoel ervoor. En nu wel, want nu kan ik gewoon al formuliertjes innemen. Zie ik dat iedereen het keurig gedaan heeft, plus ik zie hoe het gegaan is. Vandaar dat het voor mijzelf, ik ben echt verslaafd aangeraakt. Als ik nu een oefening doe zonder papiertje, dan zijn klaar, dan heb ik echt het gevoel dat ik mis iets. Maar de allerbelangrijkste reden is voor jezelf, want wat blijkt, nieuw neurowetenschappelijk onderzoek, is dat je brein werkt op basis van subjectieve Bayesiaanse statistiek. Ik weet niet of jullie precies weten hoe een hersencel in elkaar zit. Laat ik iets erover vertellen, ik weet het ook niet hoor, niemand weet het. We weten alleen dat het een lichaampje, iets kleiner dan mijn lichaam. Dan heeft het aan één kant heeft een heel bos van allemaal verschillende ontvangers die signalen kunnen krijgen. En aan de andere kant een lange paal met een heel klein bosje,
waar die weer signalen kan doorgeven. Dat is de meest voorkomende hersencel. Je hebt 150 verschillende hersencellen, dus dat kan van alles zijn. En wat gebeurt er is dat die hersencel, die leert dus op een of andere manier, door middel van je opvoeding, van alles wat je meemaakt in je leven, leert hij iets. Dat als er hier op een bepaalde plek een signaal binnenkomt, om dat signaal dan door die lange paal naar buiten te sturen en in dat kleine bosje ergens door te geven. Nou, de manier waarop je dat leert, is door het signaal doorgaat, zodat er een spanningsverschil ontstaat. Dus aan de ene kant een plus, aan de andere kant een min, ontstaat een spanningsverschil. En daardoor gaan allerlei moleculen, die bewegen die richting op en wordt een signaal doorgegeven. En wat blijkt, is dat die hersencellen die leren dingen om juist wel te doen of juist om dingen te laten, door het spanningsverschil dat nodig is om zo'n signaal te versturen, om dat sterker te maken of zwakker. Dus als je dingen afleert, als kinderen aan het opvoeden zijn we alle dingen die ze mogen ze niet, moeten ze afleren, dan zorgen ze ervoor dat die hersencellen die dat eigenlijk willen doen, dat die een sterker spanningssignaal nodig hebben voordat ze het gaan doen. En andersom, als ze kinderen dingen aanleren, dan leren we de hersencellen juist aan om met minder spanning al het signaal te laten doorsturen. En wat blijkt, is dat die signaalspanning op die hersencellen, dat die vrijwel de formule van de subjectieve Bayesiaanse statistiek volgt. Dat de manier waarop het brein leert, precies leert volgens de statistiek die we hier gebruiken. Vandaar drie redenen voor de maatschappij in het algemeen. Ik ga ervan uit dat we met NLP de wereld kunnen redden, als we het maar over kunnen brengen naar buiten toe hoe goed het werkt. Intern in de groep, zodat ik weet hoe goed het met jullie gaat. En voor jezelf, om je brein te stimuleren om precies volgens dit soort manier te kijken naar hoe oefeningen werken. Ik wil iets verklappen over het geheim hoe het werkt. Ik heb ook een tijd te maken. De foute statistiek die psychologen gebruiken heet frequentisme. En wat ze dan doen is gewoon tellen hoe vaak iets voorkomt en dat is dan de kans. En dus stel dat bijvoorbeeld het placebo-effect bij mensen die depressief zijn is ongeveer 40%. 40% van de mensen knapt vanzelf op. En dan doen ze dat, dan tellen ze gewoon 100 mensen die depressies hebben. Kijken ze na een jaar hoeveel mensen er weer klaar mee zijn. Dan blijkt er dan 40 te zijn. En dan zeggen ze ook de kans dat je van je depressie afkomt zonder dat iets gebeurt is 40%. Dit doen we op basis van frequentie. Dus Bayesiaanse statistiek doet het niet. Bayesiaanse statistiek doet basis van het verwerken van nieuwe informatie. Vandaar dat ze nooit één vast percentage uitkomen, maar gewoon puur op percentage verschilt in de loop van de tijd. Vandaar dat de tijd ingebakken zit in de Bayesiaanse statistiek. Daar hou je in principe ook nooit meer op. Blijf gewoon doorgaan. Het probleem met frequentisme is dat het doet alsof de kans in de wereld zit. En dus wat ze zeggen is, nee, ja, mensen zijn gewoon zo gebouwd dat als ze depressie hebben, dat ze gewoon 40% kans hebben om er weer van op te knappen. Dat zit gewoon ingebakken in mensen. Subjectieve Bayesiaanse statistiek zegt, samen met NLP overigens, dat is erg leuk om het overzicht te zien, zegt nee, dat is onzin. Iemand knapt of iemand knapt niet op, maar hij heeft geen kans. Het bestaat niet dat die 40% zit in hem. Alleen wij weten niet wie het opknapt en wie het wel opknapt en wie het niet opknapt. Dus het is mijn onzekerheid die ik uitdruk in een percentage, omdat ik het niet weet. Dus waarbij frequentisme zegt, de waarschijnlijkheid, de kans zit in de wereld, zegt Bayesiaanse statistiek, nee, we brengen alleen maar in kaart hoe onzeker ik ben. En afhankelijk van nieuwe informatie die ik binnenkrijg, dan wordt die onzekerheid groter of kleiner, als dan wordt het percentage groter of kleiner. Dus een aantal meetmomenten in de tijd, T0, T1, T2, T3. En op elk moment is er gewoon een percentage onzekerheid. Tussen de 1% en 99%. Officieel tussen de 0 en 100%. Maar dat 0 en 100% is ingewikkeld, die laat ik al weg. En als je helemaal van niks weet, dan kun je bijvoorbeeld altijd gewoon in het midden zitten bij 50%. Dus wat we eens doen met die formulieren die we ingevuld hebben, is gewoon meten waar jullie schuifje staat. En wat je dan doet is gewoon in de loop van de tijd met dat schuifje heen en weer schuiven. Op de volgende manier. Stel dat je vanavond informatie krijgt waar je iets mee kan. Dat hoop ik. Dan is mijn hoop dat het schuifje die kant op gaat. Dat in het geval waar we nu bezig zijn, je ware wil, dat je een hoger percentage van je ware wil ontdekt. Hoe
Hoe gaat dat? Hoe verschuift dat die kant op? Nou, heel eenvoudig. Je krijgt vanavond allemaal nieuwe informatie over hoe het brein werkt en hoe tijd werkt. En als die informatie positief is, dan drukt de positieve informatie het schuifje die kant op. En de BCA-statistiek gaat er ook wel eens vanuit dat er een negatieve component is. Ja, negatieve component. En als de positieve kant sterker is dan de negatieve kant, dan duwt hij het schuifje die kant op. Stel nou dat het goed gaat, het eerste uur gaat goed, gaat die kant op. Maar in de tweede uur zeg ik iets stoms. Waardoor je denkt van nou, wat hij nu zegt, ik geloof er helemaal niks meer van. Dan kan het schuifje de andere kant op gaan. In dat geval bleek de negatieve kant sterker dan de positieve kant. Maar ja, gelukkig is er nog een vragenronde op het einde. Dus we gaan ervan uit dat het dan helemaal goed komt. En dan nog wel de plus op het einde. En dan zullen we blijven liggen. Vandaar dat het totaal niks uitmaakt wat je invult. Sommige mensen zaten over na te denken om ook invullen. Maar het gaat dus nooit om de getallen zelf. Maar om de verhouding tussen de getallen. En je kan dat nooit vergelijken met elkaar. Omdat zoals ik al zei, in het ene geval, als mensen soms heel kritisch zijn, zetten ze het schuifje helemaal hier. Ik ben altijd heel positief en altijd helemaal daar neer. Maar het kan best zijn dat als het zou kunnen, maar dat kan dus niet, je objectief zou kunnen kijken naar de situatie, is dat mijn positieve inschatting minder is dan de negatieve kritische inschatting. Het is puur subjectief, nadat het subjectieve Bayesiaanse statistiek heeft. Is dit helder? Mooi, dan gaan we even beginnen.